Hi Eileen, we gaan bij jou de look maken van onze koningin. Hoe lang gaat dat duren? Om het kapsel van Beatrix te creëren, denk ik dat je gemiddeld zo'n 5 kwartier tot 1,5 uur nodig hebt om tot dat eindresultaat te komen. Waar is het imago van de koningin ontstaan? Nou, zij heeft in aanloop naar haar huwelijk een stylist uit Frankrijk laten overkomen, met wie ze dat kapsel heeft vastgesteld. En die heeft ook met enige regelmaat haar kapsel met nuances bijgesteld. Maar eigenlijk zien we 18 jaar dat daar is het begonnen. Ja. Eigenlijk is het haar, de koninklijkheid, het symbool wat de koningin is, het symbool van eenheid van de natie. Dat is langjarig, dat is voortdurend. Dus dat zit ook in dat kapsel. Dat kapsel kan niet veranderd worden. Dat is Beatrix. Dat is onze monarchie, het kapsel van Beatrix. Oké, wassen watergolven. We gaan het eerst wassen en straks wordt het met de rollers helemaal ingezet. En dan ga je voor lekker een half uurtje onder de kap. Ja, iedereen op de middelbare school of lagere school kan die koep uittekenen. En die koep staat voor strak, professioneel, perfectionistisch. En ik heb die koep maar 1 keer uit zijn verband zien raken. Dat was toen zijn plans oceaanwater op de Antillen over zich heen kreeg. En dat was geen verbetering. De koningin krijgt een golf over zich heen. Essentieel voor een koep Beatrix is de watergolf natuurlijk belangrijk. Er gaat niks qua stevigheid boven het inzetten van ouderwetse rollers. En hoe lang ben je hiermee bezig? Nou, het inzetten zelf is ongeveer een kwartiertje, 20 minuten werk. Maar je moet wel echt 1,5 uur onder de kap. Kijk. Dit zijn de... Mijn koninginnenportretten. Officiële statieportretten. Ja, dat zeg ik er wel altijd bij. Wat betekent dat? Het is een opdracht geweest van, dacht ik, ministerie van Binnenlandse Zaken. Aan 5 kunstenaars en ik heb de grafiek gedaan. En waar hangen deze allemaal? Waar Die staan hangen ze allemaal? Door heel Nederland en door, over de hele wereld eigenlijk. Ja, dit is ruim 20 jaar verder en haar zit nog precies hetzelfde. Het is niet mogelijk voor haar om dat haar te veranderen. Ik weet niet hoe ze 's ochtends te bed uitkomt, maar als ze eenmaal buiten de deur komt, dat haar zit eeuwig en altijd hetzelfde. Is het bijna copyright, hè? Wat zou er gebeuren als het wel zou veranderen? Ik denk dat de natie zou schokken. Want? Nou ja, de Duitse adelaar maak je geen duif van. Manneke Pis trek je geen broek aan en met het haar van de koningin ga je niet rommelen. Ja, ik begrijp heel goed dat het kapsel bij haar past. En het is echt haar imago en ja, ik sta er wel volledig achter. Ik had het zelf niet beter kunnen bedenken. Beatrix in 1982, een mooie vrouw. Ja. Nu is ze 70, nog steeds een mooie vrouw? Ja, vind ik. Ja, wat maakt haar mooi? Ik denk de karakter. De innerlijke mens. Dat straalt wel naar buiten, vind ik. Dat is het meest aan haar veranderd? Niet zo heel veel. Niet zo heel veel. Hier heeft ze eigenlijk al haar het beeld wat ze van zichzelf wil laten zien, heeft ze hier al, is al behoorlijk rond. Dus, ik bedoel, dit, ook de stylering, ze heeft altijd vrij gestileerde kleren, wat ik leuk vind. En, we zijn wat ouder geworden, maar verder... Heel going strong, zeg maar. Vroeger kenden we haar als koningin Glimlach, althans in het buitenland is ze zo genoemd. En de zwaarte van het ambt heeft er toch een stuk stuurser, misschien serieuzer, misschien... Het lijkt me ook allemaal wel heel logisch, want het valt natuurlijk niet mee om in dat circus zo langjarig te acteren zonder dat zijn sporen nalaat. Nou, essentieel voor de watergolf is natuurlijk dat je even 1,5 uurtje onder de kap gaat. Ik zet hem even flink aan op de turbo. En dan is ze vandaag 70. Ja. Van harte. Wat is er veranderd aan het beeld? Nou, aan het beeld op zich niet, maar aan de omstandigheden wel. Ik bedoel, ze is wel meer ontspannen geworden. Kijk, de problemen in de privésfeer, in de familiesfeer, die zijn in een paar jaar tijd weggevallen. Kijk, de ziekte van Klaus... Die is ook 20 jaar haar ziekte geweest in zekere zin.
de perikelen rond haar ouders, die zijn ook weggevallen in diezelfde periode, in dezelfde paar jaar tijd. Dat is een bevrijding. Daardoor is ze meer ontspannen. Dat hoor ik van mensen die met haar werken. Ze is veel relaxter geworden. Nou, we zijn een uurtje verder. Je ziet dat er al heel veel volume in zit. Hè? En nu heb je al lekker die stevigheid. Wat doe je nou? Ja, dit is het meest essentiële eigenlijk van de Beatrix look. Het tegenkammen. Ik denk niet dat je ooit de gelegenheid krijgt om de koning zo te zien. Haarlok is natuurlijk essentieel voor de koning. Dus zullen er zo langzamerhand al heel wat bussen doorheen zijn gegaan. Maar belangrijk is dat je het laagje voor laagje doet. Dus dat het haar droogt en dat je elke keer een fixerend laagje over elkaar heen doet. En dan krijg je dus ook echt die stevigheid zoals we dat kennen van onze koning. Zodat het echt alles kan doorstaan. Daarna kan je het haar dus heel zachtjes uitborstelen. En dan zie je eigenlijk al heel snel dat de vorm gaat ontstaan. Ja, daar komt hij. Zou u de koningin nog even willen feliciteren? Ja, geen probleem. Gefeliciteerd. Majesteit, van harte gefeliciteerd. Majesteit, mijn geluk wensen. En nog veel goede jaren. En een kus. Ja, dit is natuurlijk een koep wat past bij een staatshoofd. Het moet er natuurlijk onberispelijk en altijd strak uitzien. Je ziet dat ook vrouwen van dat kaliber dit soort kapsels dragen. Denk bijvoorbeeld aan Margaret Thatcher. Condoleezza Rice zit ook zo'n heel strak kapsel. En mocht de koning echt een beetje van deze look af willen, ja, dan is het gewoon even lekker even door elkaar heen schudden. En je ziet van, dit is misschien wel een beeld wat, ja, wat misschien ook wel eens een keer leuk zou zijn voor de koning. Vanavond werd in Amsterdam een heel dronk uitgebracht op onze vorstin. De gouverneur van Amsterdam, dat is de militaire ceremoniemeester van de koningin, generaal-majoor Van den Broek, ontving in het Tropenmuseum een select gezelschap van hoge militairen en oranje vrienden. Onder hen onze gast van vanavond, Thomas Lepeltak, en natuurlijk onze verslaggever Jan van Loenen. Zet op! Even na 7 uur vanavond arriveert Thomas Lepeltak in het Tropenmuseum. In de zogeheten Marmerzaal wordt hij ontvangen door de gouverneur van Amsterdam en diens echtgenote. Op een dag als deze is het ook gebruikelijk dat de gouverneur namens u allen ook een telegram stuurt naar haar majesteit om haar geluk te wensen. We hebben daar ook een reactie op gekregen en ik wil daar mijn officier toegevoegd, de majoor Vissers, vragen om het telegram en de reactie voor te lezen. Majesteit, civiele en militaire autoriteiten en genodigden bijeen in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam. Ter ere van uw verjaardag wensen u een gezond en voorspoedig nieuw levensjaar toe en bieden uw majesteit hun gevoelens van aanhankelijkheid en trouw aan. De majesteit heeft de felicitatie ontvangen en stuurt ook een telegram terug, opgesteld door een van haar adjudanten. Op verzoek van haar majesteit de koningin breng ik u, civiele en militaire autoriteiten en genodigden, heden verenigd ter gelegenheid van haar verjaardag, haar hartelijke dank over voor de gelukwens en de gevoelens van verbondenheid met haar, zoals in uw vriendelijke bericht tot uitdrukking gebracht. U een toast uitbrengen op de gezondheid van Hare Majesteit. Dat zij leven. Dat zij leven. En zoals gezegd, Thomas Lepeltak, ook wel bekend als society-journalist Stan Huygens, is hier. Vroeger, hè? Vroeger. U bent met pensioen. Ja. Waaraan ontleent de koningin, of de monarchie, zo u wilt, haar bestaansrecht? Is dat bij de gratie gods, zoals ik straks citeerde? Of aan de hele rits met adellijke titels die daarna kwam? Nou, ik denk, je kunt het als volgt het beste uitleggen, dat de koninklijke zetel heeft 4 poten. Eén van de poten is bij de gratie gods. Overigens, ja, als je gelovig bent, is dat iets mystieks. Als je niet gelovig bent, is het mysterieus, zou ik zeggen. Ja. Een lijn naar boven. Hè. Een tweede is zeker de adel. En de adel die culmineert in het koningschap. Je begint als jonkheer, dan heb je baron, graaf,
Hertog hebben we trouwens niet in Nederland niet, behalve dan de koningin, die heeft een hertogelijke titel. En dan prins, die we sinds kort wel hebben, want beide kinderen van Irene zijn in de Nederlandse adel ingelijfd. Mm-hmm. Dus we hebben die ook prins in het hoograad wel en uiteindelijk de koningin. Ja. En dan de derde stoel is de volksgunst. De derde poot is de volksgunst. Ja, dat is een kan een vrij riskante factor zijn als het echt om een hype gaat. Zoals bijvoorbeeld destijds met de prinses Maxima. Was het duidelijker. Een enorme hype. Ze kon niet wat doen. Iedereen, oh wat een mooie vrouw. En wat lief en wat aardig. En toen hield ze een toespraakje die niet bij iedereen in goede aarde viel. Over de Nederlandse identiteit. Ja. Dat is heel riskant. En de vierde poot? En de vierde poot is de constitutionele monarchie. De verhouding tot regering. Ja. Ook in die volgorde? Nou, het is een willekeurige volgorde. Ja. Maar nou, goed, omdat op de tweede plaats staat dan die adellijke achtergrond. Waarom is die zo belangrijk eigenlijk? Ja. Omdat adel in een republiek is belachelijk. Zij hebben blauw bloed, zoals dat heet. En adel heeft ook blauw bloed. Ze zijn op een of andere manier, horen ze bij dezelfde club. Het merkwaardige alleen is, dat is namelijk al mijn eerste zorg. Ik heb namelijk ernstige zorgen over de toekomst. Ik heb zorgen, ik ben monarchist, maar ik heb ernstige zorgen over de toekomst van de monarchie. En een van de redenen is daarvan dat de adel op het ogenblik ruzie heeft met het koninklijk huis. Ze zullen dat nooit openlijk zeggen. Maar toen de drie zoons van Beatrix trouwvaardig waren, zullen we zeggen, toen hebben ze alle ontmoetingen met Nederlandse adel afgezegd. En niet per persoon, maar de prinsen komen niet. Ook niet op het jaarlijkse bal. En dan zegt de Nederlandse adel, kijk, als ze nou kennis hadden gemaakt met een leuke Nederlandse gravin of een hele leuke Nederlandse barones en freule, en er was niets van een gading bij geweest. Nou, en hij gaat dan trouwen met een meisje uit de jetset van Argentinië. Dan hadden wij daar vrede mee. Dit klinkt zo kinderachtig. Ruzie. Ja, dus vind dat, want er wordt namelijk ook geen adel meer gecreëerd. Je moet eens goed opletten. Is dat erg? Ja, want dat sterft dus uit. Ja? Dat sterft dus uit. En wat, en het wat is wel een biedt draagvlak. De adel ons dat laten we zeggen, gewone burgermeisjes en burgerjongens niet hebben? Nou, dat lijkt me wel vrij duidelijk. Een hele strenge opvoeding en een ernstige plichtsbetrachting. En ik vind namelijk ook, dat maak ik me ook zorgen om, het helemaal fout dat alle prinsen met burgermeisjes getrouwd zijn. Wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat als hun kinderen ook weer met een burger trouwen en ook kinderen ook met een burger, dan vraag ik me af wat er nog koninklijk is aan de hele familie. Want het is namelijk, kijk, de monarchie berust op erfelijkheid. Dus dat kan niet iedereen worden, je wordt zo geboren. Nou, oké. En ik vind dat ze dan ook de plicht hebben om ebenbuurtig, zoals dat vroeger was, te trouwen. Ze moeten trouwen met een prins en een prinses behorende bij hun stand. Maar waarom heeft dat dan met omgangsvormen te maken? Alles. Of? Kijk, alles. Voorbeeld? Nou, ik zal een voorbeeld geven. We hebben pas een uitzending gehad van prinses Margriet. Goede uitzending. En toen zei Margriet dat als de vorstenhuis van Oranje het niet goed had gevonden dat zij met Pieter van Vollover trouwde, dan had ze het niet gedaan. Nee. Dezelfde vraag is gesteld aan Alexander. En wat zei die? Dat hij dan zijn jobje eraan gaf en met het meisje te verloren. Maar goed, dat is dus een duidelijk verschil in plichtsbetrachting. Ja, hoewel Alexander wel. Nee, de vader nee, Alexander de was vader, een burger. En dan houdt meteen voor hem houdt ook de adel op. Ja, natuurlijk. Ja. Maar goed, de dames die bovendien, nu zijn ingetrouwd, zijn ze die dragen zich toch keurig, of niet? Nou, ze zijn niet eens van onbesproken gedrag, dat moet u ook weten. U bedoelt op nebel. Ja, natuurlijk. Ja. En ze hebben ook een probleem lijkt is mij, dat er zijn allemaal dames met een tomeloze ambitie. Dus die trouwen daarin, het Huis van Oranje, met een tomer, wat buitengewoon riskant is. Toen Maxima pas in Nederland was, toen lunchte ik met de oude hofstalmeester, Freek Bischof van Heemskerk. Ik zei, heb je Maxima al ontmoet? Zei hij, oh, een mooie vrouw, zeg. Prachtig en slim. Drie keer zo intelligent als de kroonprins. Hij zei, maar ik maak me wel zorgen, hoor. Stel je voor, en hij sloeg zo zijn antwoord, dat ze wil regeren. Dat ze wil regeren. Maar dat kan natuurlijk niet. Dus ik bedoel, er zijn allerlei complicaties die je niet tegenkomt, denk ik, als ze toch een beetje evenbuurtig getrouwd waren. Zoals het altijd traditioneel gebeurde. Maar dan ziet u dus de toekomst van de monarchie somber in. Ja, zeker somber in. Ja. Heel jammer. En wat vindt u dan van die huidige discussie over het tijdstip van troonsafstand ten aanzien van Beatrix, die nu juist met haar 70ste weer gevoerd wordt? Ja, maar dat vind ik onzin, dat bepaalt ze toch zelf. Dat bepaalt ze zelf. Daar ergert u zich. Nee, helemaal niet. En ik vind ook dat ze een uitstekende job heeft gedaan. Want mag ik daar even een herinnering mee? We praten allemaal over symboliek, de eenheid van het land enzovoort enzovoort. Maar
puur marketinggewijs, moderne marketing, mogen God om ons blote knieën danken dat we een vorstenhuis hebben. Want u denkt toch niet dat een Nederlandse president van zo'n landje een ticket per eten en meer in New York krijgt, nog dat hij het congres mag toespreken, nog de Raad van Europa. En mag ik ook even aan herinneren dat als het geloofsbrieven worden uitgewisseld door een ambassadeur die ook van een koninkrijk afkomstig is, weet u wat er dan boven staat? Beste zuster. Juist. Ze preken eraan, maar het beste was het moeilijk. Toen Nederland een olieboycott bijna had, hè, belt ons vorstenhuis even naar Saoedi-Arabië. Dat is ook een koning. En dan kan er ontzettend veel geregeld worden in het belang van ons. Goed. We hebben dus zeer groot belang bij het vorstenhuis. En daarom zou ik het zeer betreuren als het op deze manier langzaam en zeker afkabbelde. Goed. Voorlopig zit zij nog op de troon, ja. Hoewel er over troonsafstand wordt gespeculeerd. Dank u wel, meneer Lepeltak, voor uw komst. Ik ga even naar Ferry Mingelen. Praat even door over die troonsafstand. Is dat de troon, Ferry, waar zij dan afstand van moet doen? Dit is een oude troon, Claire. Dat is de troon van haar overgrootvader, Willem III. Nou, die stond vroeger in de vergaderzaal. Die is afgedankt en die staat nu in een wandelgang. Je mag er absoluut niet op gaan zitten. Daar is dit touwtje voor. De echte troon die staat natuurlijk in de ridderzaal. Wordt er in Den Haag druk gespeculeerd over de eventuele toekomstige troonsafstand van koningin Beatrix? Nou, het is deze dagen een geliefd onderwerp, maar vooral ook buiten de camera. En dan wordt er vaak jaartal genoemd 2009, 2010. In elk geval ruim voor de volgende verkiezingen in mei 2011. Voordeel, dan zit er een stabiel kabinet. CDA, PvdA, breed draagvlak. Het nadeel is wel dat rechts er niet in zit. Terwijl de kritiek op de koningin met name van rechts de laatste tijd komt. Maar goed, het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat de koningin juist besluit om die verkiezingen af te wachten en pas afstand te doen als het nieuwe kabinet hoog en droog geformeerd is. Niemand weet het. Zo bezien duurt het nog wel een jaartje of wat. Aardig is dat Weekblad Vrij Nederland nou juist vandaag 10 redenen noemt om te veronderstellen dat het wel eens binnen een paar maanden zou kunnen gebeuren. Nou, ik heb één reden. Ik kan dat allemaal niet nagaan, maar ik heb in elk geval één reden die dat buitengewoon onwaarschijnlijk maakt. Dat zal je ook wel hebben gelezen. De grootmeester van de koningin, dus de chef van de hofhouding, Ed Kronenburg, die vertrekt binnenkort naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nou, dat zou de koningin nooit toestaan als zij binnenkort een troonafstand zou moeten laten organiseren. Want daar heb je wel wat ervaren mensen voor nodig. Dus dat is niet erg waarschijnlijk. Maar goed, hoe dat ook zij, de speculaties gaan door. Pim van Galen die peilde de stemming in de wandelgangen onder monarchisten en republikeinen. U weet dat er vandaag iemand jarig is? Ja, ja, ja. Nou ja, u bent toch republikein? Nou, dat heb ik heel ver weggestopt. Oh, ja. Hoezo? Dat is een beetje moeilijk om wat vandaag te zeggen? Nou, als we een president in dit land zouden willen hebben, zou die koningin Beatrix moeten heten. Zo ongeveer. Weet u als republikein wie er vandaag jarig is? De koningin. Is het een felicitatie waard, ook als republikein? Zeker. Ja? Ik gun haar die verjaardag van harte nog vele jaren. En die republiek, komt die er nog? Nou, voorlopig even niet, maar ik ben er ook niet zo heel erg mee bezig. Nee. Voor mij utopie. Nou, ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja. Kijk, ze doet het heel aardig, moet zelfs ik toegeven. Op haar verjaardag zijn zelfs de tegenstanders van de monarchie vol lof over de koningin. De meeste mensen van 70 zijn al met pensioen, maar de koningin mag nog wel even door, vinden politici. Mevrouw Willemsen, het oudste Kamerlid en het levende bewijs dat je na je 70ste nogal volop kan functioneren, lijkt me. Ja, dat kan ook. Dat kan ook uitstekend. Als je gezondheid goed blijft en je hebt er zin in, dan is het gewoon ontzettend leuk om aan het werk te blijven. En uw advies aan de jarige koningin? Aan de jarige koningin is voor mij ook gewoon blijf aan het werk. Ik hoop dat uw gezondheid goed blijft. Blijf betrokken bij alles. En ga u gewoon uw intuïtie en uw enthousiasme achterna. En dan komt het vanzelf goed. Ik ben dol op de koningin. Zelfs oranje sjaal omgedaan. Absoluut, dat is omdat de koningin jarig is. Dat heeft ze nooit even goed gezien. Mag ze nog blijven? Van mij wel. Ja? Niemand weet wanneer de koningin de troon afstaat aan de kroonprins. Ze bepaalt zelf wanneer het zover is. In 1980 nam koningin Juliana afscheid van de troon toen ze 71 werd. Bij iedereen die oud wordt, doet vroeger of later het nuchtere feit zich voor dat de krachten gaan afnemen. En dat zo iemand zijn taak niet meer kan volbrengen als voorheen. Dan komt er een moment dat het ook niet meer verantwoord is die langer uit te oefenen. Zo voel ik dat voor mij het ogenblik nadert mijn taak als uw koningin
neer te leggen. De meeste ministers hadden in 1980 geen idee dat er een nieuwe koningin zou komen. Ook nu durven ministers niet te speculeren over een datum. Daarover beslist de koningin en daarover doe ik geen prognoses of inschattingen. Ik ga er ook geen weddenschappen op afsluiten. Vaker dan vroeger is de koningin onderwerp van politieke discussie. De SGP vindt dat ze niet op zondag moet werken en de PVV vond haar kersttoespraak te multicultureel. Ze zou eens meer voor de echte Nederlanders inderdaad mogen opkomen in dit geval. Het zou heel mooi zijn als ze dat zou doen. U heeft eerder naar aanleiding van de kersttoespraak gezegd, de koningin zou eigenlijk de regering moeten verlaten en meer zich met ceremoniële dingen bezighouden. Is dat nou iets voor haar opvolger, voor Willem-Alexander? Nou, dat zou wat mij betreft zou dat een logisch moment zijn. Op het moment dat de koningin troonsafstand zou doen en er een nieuwe koning zou komen. Om dan in ieder geval de discussie te voeren, hopelijk al voor die tijd, of het staatshoofd lid moet zijn van de regering of niet. Vandaag is er opnieuw kritiek. In haar kersttoespraak is de koningin de soldaten in Uruzgan vergeten. Ik zou de koningin nog willen adviseren, als ik mag, om net als de Britse koningin in de kersttoespraak ook te denken aan onze mannen en vrouwen militair in het buitenland, in Afghanistan en andere gebieden. Dus dat vergeten? Dat wil ik niet zeggen, maar ik zou haar willen adviseren om dat bij een volgende gelegenheid te doen. Want het Koninklijk Huis en de krijgsmacht zijn nauw verbonden en het is goed om dat te laten blijken. Klein puntje van kritiek toch? Nee. Ik heb geen kritiek op de majesteit. Ik ben slechts een vriendelijk adviserende onderdaan.